Yo mensen, van Jobino & Co. Dit is een nieuwe video en deze keer geen Pixelmon. Dit is namelijk de server 2-1. Hey. En ik ben niet alleen hier, maar ik ben hier ook samen met Arend Boeger, oftewel... Oké, dit is het moment dat jij je naam moet zeggen. A-R-I-B. Oké. En ik zag mijn prachtige skin, dat mijn world edit, met een plugin of zoiets in gemaakt. En kijk, het is toch prachtig. Kijk dan. Het is toch prachtig. Veel prachtiger dan die daar allemaal. Snap je dan? Nou, ik ben eigenlijk niet echt zoveel aan te snappen, maar ja. Arend is momenteel bezig aan de survival, iets in zijn stadachtig iets. Dat zullen we nog wel uitleggen in een andere video. Ja. Onze server noemt Signum Craft. Ik weet niet of je dat hier kunt zien. Nu wel ondertussen, want ik sta er vlak voor. En ja, dit is onze spawn. Dus we hebben survival. Helemaal daar. Hebben we een kit PvP. We gaan er zo meteen ook even naartoe, denk ik. Ik weet niet. Minigames en de creative. Kijk. Dus ik ga even ons bord voorlezen. Welcome to Signum Craft. And don't be annoying about ranks. Don't use X. Have respect for other players. No racism. Retail rules. If you go in a port. In the port? Ja, portal geraakt er niet meer op. Ja, portal. Nice. En ja, die bordjes, wat vind je van de kleuren? Ik heb die gezet, want het was zo zwart en ik was zo... Het is sober. Dus heb ik wel aangepast, omdat, ja. Mm-hmm. Ja, trouwens, misschien... Ik weet niet of jullie je afvragen van waarom dat er zo weinig uploads zijn en zo. Dat komt omdat ik nog niet zo heel veel abonnees heb. Kijk, dat is net als bij Arie zijn kanaal geweest. Zo, in het begin was Arend ook nog niet echt zo veel aan het uploaden. Omdat hij ook nog niet zoveel abonnees had. Dat klopt toch, hè, of niet? Ja. En nu heeft hij de 29. Misschien ondertussen 30, ik weet het niet. Waarschijnlijk nog altijd 29. En nu uploadt hij veel meer. En dan is dat toch wel iets beter. En hij uploadt de laatste tijd niet veel, maar ik wel. Maar ja, zijn kanaal is al beter, snap je? Ja. En mijn kanaal groeit ook nog wel. Hè. Ik heb nu 8 abonnees, als ik mij niet vergis. Maar vanaf dat ik hier ook zo wat rond de 13, rond de 12 of zo ga hebben, ga ik meer beginnen. En dan ga ik echt gemotiveerder geraken, denk ik. Trouwens, mensen gaan ook allemaal naar mijn kanaal, moesten jullie dat nog niet gedaan hebben. Arie Games. En als het lukt voor Jorbino, zet het dan in de... beschrijving, dat is echt niet moeilijk om dat te doen, Jorbe, dus doe dat gewoon even. Ja, maar dan ook, je geeft me wel werk. Ja, maar... Fuck you, echt waar. Ik zal uw linkjes ook in mijn beschrijving zetten, hè. Dat heb je nog niet gedaan. Ja, maar ik kan het wel doen. ik ben zo laat dat ik zelfs mijn eigen link niet eens in uw video... Alla, in mijn video's bij u doe. Ik de link naar mijn kanaal niet eens doe, gewoon puur omdat ik zo laat ben. Dus ja. Geef me geen werk. Maar ja, dus ik ga even wat laten zien natuurlijk, want ja, dit is natuurlijk wel server tours. We zijn trouwens ook al 3 minuten bezig en ik ga het niet zo heel lange video's van maken. Ik vind het ook niet zo een gewoonte hoor, dat ik zoveel server tours ga doen, maar ik en Aan zijn er alle twee admin op, dus dan is het toch wel redelijk logisch dat we dat doen. Maar dus dit zijn de portals. Dit had ik gebouwd, dat kasteeltje. Dat heeft Daan en Paps, de owner, of de Dante, je weet wel, van Survival Island. Hij daar, zijn skin. Gedaan. Die heeft dat gemaakt. En daar heeft Arie gemaakt, die creeper. Nee, die heb ik niet gemaakt. Oké. Ik denk de G, denk ik. Ja, ik vind wel deze gast hier. Sorry dat ik het zeg, maar ik haat die gast. En die ook. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Want we hebben het net vandaag nog, hè, er wordt nog een ruzie opgelost, dus ik ga dat niet helemaal uitstippelen en zo. Dante, als je dit kijkt, ik wil niet een ruzie stoken. Maar dit is dan ook een gebouwtje dat Arie heeft gemaakt, heel detailleerend. De muren zijn trouwens door mij gemaakt met een Arie ontworpen. Ja, ik ben een goede ontwerper. Hier komen warps naar parcours, moeten we nog allemaal regelen. En die gaan we allemaal in deze wereld maken. Er is trouwens al een parcours. Ja?
Je kunt er nog niet naartoe wachten. TP. Yeah. Kom even naar u. Hallo. Ja, kom. Je moet mij gewoon even volgen. We gaan dat even met het kompas doen, want dat is natuurlijk veel makkelijker. Oh ja, met het kompas. Hier nou. Oké, okay, ja, heb je het? Oké, okay, dus we gaan naar daar even, hier. Ja, ik ben nu net buiten de bol. Ja, zie je mij Oh ja, ik onder? zie. Oké. Okay. Laat u dan nu even vallen, gewoon. Hupsakee, ja. En hier heb je zo een huge snow ding. Hè? En dan hier erin. Je kunt er zo even al ingaan. Heb ik volledig zelf gemaakt. Dat doet mij echt denken aan Wie is de Mol. Zo. Wow, dat is wel awesome eigenlijk. Wanneer heb je dat gebouwd? Ja, toen we zo net het idee hadden van parcours te maken. Mol. Oei, mensen zijn hier precies bezig geweest met wat dingen kapot te maken. Of het waren creepers, dat kan natuurlijk ook. De creepers Maar... kunnen niet ontploffen. Wow. Waar hebben die dat kapot gemaakt? Iemand heeft zich hier duidelijk bezig gehouden met hier... Ja, lab. Ik denk dat het... Ja, iemand heeft hier zich dus bezig gehouden met een groot gat TNT te zetten. Oké, okay, ja. Ik denk dat het Jorg of DNG is, maar ik denk eerder Jorg. Maar ja, boeien. Ja, weet je wat het parcours? Ja, het was een vet parcours, maar ja. Allee, dan. Ja, die gasten moeten het per se weer verpesten, denk ik. Ik hoop als niet zij dat Tante het heeft gedaan. Als zij het hebben gedaan. Ja, we weten niet wie dat het heeft gedaan, maar er is iemand die echt niet goed bezig is op de server. Ja, we komen daar vroeg of laat toch achter. Maar ja, boeien. Ja. Even terug slash spawn, ik weet niet of het gaat. Ah, het gaat terug. Ja, het gaat. Maar dat ging daar net gewoon niet, omdat in de hunger game gaat dat gewoon niet. Wat? Het lag er dat dat alleen in de hunger game dingen niet gaat. Voor de rest gaat dat echt weer. Oké. Okay. Dit is een gebouw dat Ari heeft gemaakt. Daar komen al die warpsons naartoe, naar die parcours. Dit is het, ik weet niet of jij het hebt gezien, Arend. Ja, Idealist. Ja, kijk, dit gebouw heeft Arend gemaakt. Het Idealist komt niet van ons, maar dat komt van een VIP die hierop zit. En het is echt een heel voorbeeldige VIP, vind ik. Die staat niet bij die skins. Die zei zo van, hey, want kijk, voor de duidelijkheid, deze twee hier, die zijn, vind ik toch, VIP. Oké, okay, ze zeggen Dante, ik weet niet wie, of Dante die nu het algemeen heeft gemaakt of niet, dat maakt me niet zoveel uit. Maar stel, zij zijn VIP. Zij wou per se hun skin hierop hebben en zo. Die vriend, hè, die voor de idealist heeft gezorgd, die is, ik vind die echt heel voorbeeldig. Die zit in de survival dingen, oh. Die zit dus in de survival wereld en ik zit meestal bijna altijd in game mode 1. Hij zit dan game mode 0, terwijl dat hij wel game mode 1 mag worden. Prima dat hij dat wil. Dus dat is wel redelijk voorbeeldig, toch? Ja. Yeah. Maar ja, dit was hem dan weer, denk ik. Echt, hè? Even kijken. Ja, 8 minuten. Ja. Yeah. Ah ja, dus mensen, ook even klein iets dat ik nog wil zeggen. Even over mijn kanaal. ik ga waarschijnlijk, sowieso eigenlijk gewoon ook server tours op mijn kanaal doen. En dat ga ik wel een gewoonte maken. Dus niet zoals Urbino waarschijnlijk af en toe eens eentje doen. Maar ik ben van plan om er ook echt veel te gaan doen. Dus, ja, ik ook, maar gewoon minder, yeah. Ik ga gewoon niet elke dag of zo in en uploaden zoals dus David Games doen. Ja, ik ben van plan om er toch zeker 3 per week te gaan doen. Vanaf dat de server te goed is. Mm-hmm. Alhoewel, misschien nog niet, want dan is misschien alles wat te rap... laten zien, want snap je. Maar ja, oké. Okay, we zullen nog zien. Like, abonneer en shizzle de brizzle later.